Mike Teunissen is klaar voor het NK. De wereldkampioen bij de belofte voelt zich goed. Maar afrekenen met de broertjes Van der Poel wordt volgens hem lastig. Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn en dat is altijd wel de bedoeling. Maar ik denk dat we met de twee Van der Poels wel twee mannen hebben die echt heel goed zijn. En de laatste weken wel gewoon hebben laten zien dat ze eigenlijk beter zijn als ons. Maar het NK moet verreden worden en we zijn alle vier top gemotiveerd en we maken er het beste van. En wat ik zeg, zo'n trui is altijd mooi en als je nu start, dan rij je wel om te winnen. En dat deed Mike zeker, maar helaas bleken de Van der Poels inderdaad de sterkste. Mathieu domineerde de race, zoals hij eigenlijk altijd doet. Mike vocht een stevige strijd uit met David, maar trok uiteindelijk aan het kortste eind. Hij werd derde. Op het podium staat zijn gezicht toch op onweer. Dat is vermoeidheid denk ik. Dan kost het nog wel veel kracht om te lachen, maar ik ben wel tevreden met die derde plek. Dat was eigenlijk ook van tevoren als ik op gehoopt had. Je weet het, met Mathieu heb je sowieso iemand die eigenlijk beter is. En David was vandaag ook erg goed, dus dan denk ik dat ik wel tevreden moet zijn met een derde plek. Ik bedoel, heb je nog Michiel, Stan, Martijn, je hebt de boel jongens die afgelopen week ook voor mij zaten. Dus ik denk dat ik met deze derde plek zeker wel tevreden mag zijn. Ja, nu op naar het WK. Ja, ik denk van vandaag dat ik wel kan concluderen dat het weer wat beter was. Toch lang meegedaan op de tweede plek. En Mathieu reed ook niet heel ver weg, dus nog 3 weken de tijd om die afstand goed te maken. En laat me komen.